Jamai, heb jij nou ook zo'n zin om even at the beach te zijn? Lijkt me een goed idee. We gaan. Kom. En om het be at the beach gevoel een beetje vast te houden en om er een beetje in te komen. En natuurlijk om inspiratie op te doen voor jullie kite die jullie gaan ontwerpen. Dacht ik, ik ga even een dagje naar Scheveningen. Nou, wat waren ze daar aan het doen? Ze waren daar zandsculpturen aan het maken. Dus ik dacht, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Over 2 weken start het Zandsculpturenfestival hier in Scheveningen. Dan kun je de meest fantastische en prachtigste bouwwerken gaan bekijken, helemaal gratis. Dus ik zat hier en ik dacht, kan ik gewoon niet ook mijn eigen zandkorreltje hier bijdragen? Vandaar mijn prachtige creatie. Ja. Nou goed, ik denk dat ik het even een echte carver moet vragen. Heel slim, Nicolette. Vraag jij maar even aan een echte carver. Hij kan namelijk wel het een en ander van zand maken. Wauw, Maxime, wat gaaf. Vind je het mooi? Ik vind het heel gaaf. Hé, maar jij bent dus een echte carver. Maar wat is dat nou precies? Een carver is een Engels woord. En het Engelse woord dat betekent snijden. En eigenlijk wat ik doe, is ik snij beelden uit het zand. Te gek. Maar hoe lang doe je hier nou over? Ik denk wel weken, zo'n groot ding, hè? Dat valt mee. Zeker geen weken. Met hier ben ik nu 3 dagen mee bezig en het is bijna klaar. Oké, maar Maxime, je hebt allemaal gereedschappen in je hand. Maak je daar zo'n sculptuur mee? Ja, je hebt natuurlijk gereedschappen nodig om een sculptuur te maken. Je kunt ook je handen gebruiken. Maar hele handige gereedschappen zijn bijvoorbeeld lepels of mesjes of andere gereedschappen die je in de keukenla kunt vinden om mee in het zand te snijden. Wat goed. Hey, en ik heb ook wat dingen meegenomen. Ik dacht, dan kunnen we misschien nog extra gekke vormen maken en zo. Ja, dat is heel handig dat je dat hebt meegenomen. Maar ik denk toch dat we voor zo'n sculptuur wat andere gereedschappen nodig hebben. Dus... Oké. Nou, kom, laten we iets gaan doen. Oké. Oké, Maxime, wat gaan we maken? We gaan hier een huisje van maken en daar dat gaan we samen doen, dus jij kan ook mee helpen. Ja, leuk, maar wat is stap 1 dan? Stap 1 is het vullen van deze kist met zand en water en dan gaan we het goed aanstampen dat we een hard blok hebben om daarin te gaan snijden. Oké, nou, scheppen maar dan. Wil jij beginnen met scheppen? Ja, ik begin wel. Ik doe wel de eerste schep. Heel goed! Want er moet behoorlijk wat zand in, een beetje water erbij en niet onbelangrijk de boel eens stevig aanstampen. Dan is het nu tijd om het blok te onthullen. Nou, hij ziet er prachtig uit hoor. Ik zeg, tijd om te carven! Oftewel snijden. Nicolette begint heel verstandig met het dak van het huis. Met de hulp van Maxime. Nou, dan kan je misschien hier wel vast een schoorsteen maken. Dan ga ik aan de andere kant het dak maken. Ja. Je weet toch wel wat een schoorsteen is? Dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Gewoon wat zand erop en carven maar! Het is net een soort zolderraampje geworden. Een zolderraampje is ook mooi. Zullen we dat er dan maar van maken? Maak er een zolderraam van. Nou, je komt er weer gemakkelijk vanaf, Nicolette. Maar goed, een zolderraampje is ook leuk, hoor. Hé, dat is niet slecht voor een eerste keer, toch? Nee, voor een eerste keer heb ik het zeker niet slecht gedaan. Het ziet er heel mooi uit. Nou, gelukkig. En denk je dat ik nu een beetje indruk hiermee maak tijdens het festival? Dat denk ik niet, want bij het festival zijn de sculpturen een stuk groter. Meestal zoals die hierachter staat, of zelfs nog groter. Dus daar zou je nog even moeten dooroefenen. Oké, dus de sculpturen moeten nog groter zijn? Ja. Oké. Hey, Maxime, ontzettend bedankt. Geen dank. Veel succes. Dankjewel. En ik kom zeker even kijken. Is goed. Succes met oefenen. Dankjewel. Dag. Doei. Oh, je hebt je naam ook neergezet. Wat goed. Ja, ik hoop dat ze het niet zien dat ik dat stiekem heb gedaan. Dat heb je mooi gedaan. Vond je het wat? Ja, dat is toch een kunst.